Hallo, kijk, zo niet op tegen. Ik maak eigenlijk een vraag van je met presentatietek. De volgende frame ben ik hier gebleven, waarbij we, nou, in ieder geval een dikke file op de weg hebben. En waarbij we in ieder geval nog steeds de verdering aan het aanleggen zijn. En hopelijk kunnen we dat vandaag allemaal eventjes een beetje allemaal afmaken. Vanwege dat we dan, ja, binnenkort alles even kunnen inrichten. Vanwege dat we dat, ja. Dus de 50ste aflevering, dat is dus volgens mij, dit is de 48ste, dus dan nog 2 afleveringen hierna. De tijd hebben om in ieder geval de cellen even te maken en alles. En dan gewoon alles nog een beetje goed te maken met de veilige omheining hieromheen. En mocht het allemaal lukken, dan hebben we in ieder geval nog een kans om te gaan ontsnappen. Dat is eigenlijk gewoon het main doel van wat ik graag wil. En natuurlijk ook vanwege dat het ook nog behoorlijk laggy is op het moment, zoals je kunt zien. Maar ja, dat is dan gewoon eenmaal het punt. En ja, daar is eigenlijk niet veel aan te doen. Ik zou heel wat minder mensen aan moeten nemen. Totaal aantal gevangen. Ja, we kunnen hem omlaag houden. Dat kan. Ik denk dat het ook wel wat beter is. Want er zitten natuurlijk nog 363 lijken. Dus ik ga ervan uit dat er wel iets van 700 gevangenen. Nou, dat is eigenlijk wel een goed idee als ik gewoon naar de 700 gevangenen toe ga. Vanwege dat we iets van 700 cellen überhaupt beschikbaar hebben. Dat is een goed idee. Dan heeft iedereen in ieder geval een cel. Hoppakee, 700 gevangenen in totaal. Want we hebben 757 en hier komen natuurlijk nog behoorlijk wat cellen bij. Dus ik schat dat het tot 800 gaat komen, denk ik. Oké, dat is weer een nieuw gedeelte. Dat is dus helemaal top. Het enige probleem is dat we waarschijnlijk nog behoorlijk wat geld nodig gaan hebben om überhaupt ieder cellenblok te kunnen gaan maken, denk ik. Want het zijn er dan 3. Het zijn dan 6 cellenblokken. Deze rij en dan deze rij, dat hoort dan ook nog erbij. Is dat er nog op of wat? Nou ja, ik wacht eerst wel even tot de verdering helemaal klaar is. En wanneer we deze cellenblokken er ook bij hebben, dan. Oh, ik zie dat er een tunnel is gegraven. Dan denk ik ook dat ik gewoon. Waarom is dit niet maximaal beveiligd? Anders zitten er gewoon hier ook van die medium beveiligde gevangenis. Ja, kijk, die zitten er gewoon hier en dat mag helemaal niet. Kijk, ik denk dat ik gewoon een boel ga klonen. Nee, klonen. Kijk, als ik dit doe. Zal het goed gekomen? Ja. Top. Het enige probleem is dat dit dan niet mee wil werken. Oh, kom hier jij. Jij gaat niet ontsnappen, hè. JC. Oh, die is voor verdoemd, joh.
Of hoe ga ik dan nog meer geld verdienen? Dat is het grote probleem, denk ik. Nou, dat is in ieder geval één punt. Cashflow. Ja, dat lijkt die wel ook niet echt mee helpen. Want aan het begin toen rende het nog wel lekker een beetje smooth. Maar nu? Ik denk dat ik deze blauwdruk in ieder geval wel weg kan halen. Maar ik weet ook niet of ik überhaupt alles wel hiervan vol krijg. Ik hoop het wel, maar ik heb zo'n gevoel van... het gaat me waarschijnlijk niet lukken. Stouw ik hier alvast even een beetje een elektriciteitskabel door. Want we gaan nog echt behoorlijk wat geld nodig hebben, denk ik echt wel. Misschien was het ook niet zo'n goed idee om het zo gigantisch te maken, maar ja, ik dacht maar dat Beter we te veel tot weinig heel het gevangenen bij moeten gaan halen. Even kijken. Oké, nee, dat lijkt me niet echt zo verstandig, nee. Ik denk dat het 1200 wel een goed idee is. Of het een goed idee is, is een ander verhaal. Ik denk dat het een slecht idee is. Maar het geld kunnen we wel goed gebruiken. Of ik doe het naar 1250. Gewoon voor de zekerheid. Oké, dus om 8 uur komt er 158 gevangenen bij. Ja, het geld hebben we nodig. Dat is op zich. Dan moeten we het maar zo doen. Dat is het maar zo. Prima. Geen probleem. Het enige probleem is dat mijn computer het niet zo leuk gaat vinden. Over 6 uur, dan hebben we een beeld gevangenen en een beeld money. Misschien moet ik eerst maar even de elektriciteit en zo los even neerzetten. Natuurlijk de waterleidingen.
Zoiets. Zo ja. Oh my god, jezus. Ah, oh, er blijven zoveel gevangenen die tijdelijke cel zitten. En dat was nog een ander punt, dat ik gewoon dit gebied ook bij de tijdelijke cel neerstouw. Daar moeten we eigenlijk ook nog in deze aflevering hiermee bezig. Met een nieuwe ziekende boeg. Ik denk dat ik deze aflevering misschien dit gebied wel helemaal af kan krijgen. Ik denk het wel. Het ligt er een beetje aan hoe verrast het goed mijn computer dit gaat vinden. Ik verwacht niet goed, maar dat is nou eenmaal zo. Dat is gewoon zo als je een gigantische gevangenis bouwt. Nou, over 2 uur komen 165 gevangenen binnen. Dus dat wat nog wat. Dat was echt wat. Ik wens veel succes naar mijn computer toe. Nou ja, gelukkig is het toch pas de laatste aflevering dat we in deze gevangenis blijven. Om te kijken hoeveel we eigenlijk al hebben. Dat is echt insane. Arts. Krijgen steeds meer meldingen van zieke gevangenen. Misschien kun je de zieke gevangenen in quarantaine plaatsen om te voorkomen dat zo iedereen ziek is. Of mij dat wel boeit. Een ongeluk in een andere gevangenis heeft mogelijke problemen met de beveiliging aan het licht gebracht tijdens bezoek van familie. Dat het proces goed bekeken kunnen worden, is geen bezoek meer toegestaan. Je hebt 12 uur de tijd om al een bezoekers in je gevangenis te beveiligen. Ja, laten we die bezoeksruimte. Oh ja, gaat nu goed. Dus, de bezoeksruimte, die moet gewoon even weg. Oké, we krijgen echt zo dadelijk spontaan veel geld binnen. Dat is aan de ene kant wel fijn, maar aan de andere kant ook wel weer rip, computer en alles. Nog maar $8. Ja, daar kun je weer een gevangenis runnen. Oké, de laatste stukjes. Boom. En het geld is binnen en wat gelijk uitgegeven. Ga gewoon alles alvast plaatsen. En de rest zorg ik dan nog wel even voor daarna. Eerst even alles even plaatsen voor de cellen. Met dan de stroom en waterleiding in alles. Moet wel goed komen, toch? Als ik niet uit het geld ga. Nagaan, ik heb bijna alle inkomen alweer uitgehaald. Nou, oh, rip. Oeh.
Oei, 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 vogel. Ik heb gewoon net genoeg om alle cellen erin te zetten. Echt net. Kijk, wat is het? Ik vraag me echt af of die gewoon dan wel slim zijn. Of ze niet zo heel idioot zijn. Waarom ga je een tunnel graven onder een kennel? Dat is de meest domste idee wat je kunt doen. En toch doen ze het. Och, en volgens mij kunnen we ook vandaag de executie gaan plannen. Ja, ben jij dat? Nee, waar is Simon Schelver? Waar is die? Waar is die man? Personeel. Gevangenen. Oh, die loopt daar. Aha. Dat was volgens mij nog in de ruimte toegebracht. Dus dat betekent dat we binnenkort ook nog even een executie kunnen inplannen. Net volgens mij hier ergens. Ik weet niet wat dit de fuck daar moet, maar oké. Maar dat betekent dat we waarschijnlijk de volgende aflevering ook nog even een executie kunnen inplannen. Die 5% of lager is. Als het goed is. Waar is die gozer? Is in de vrijlatingsruimte? Ja, die is in de vrijlatingsruimte. Waarom? Goedgekeurde kans op veroordeling is 5%. Ja, we moeten nog even 5% wachten, maar waarom de fuck is hij daar? Begeleid gevangenen naar cel. Oké, dus ik weet niet waarom hij überhaupt in de vrijlatingsruimte is. Oké, ik denk dat ik nu even de stroom is al even gaan aansluiten. Dat is ook wel even een hoge prioriteit, zodat bouwvakketjes ook in ieder geval wat kunnen zien. Oké, nu even de waterleidingen. Gelukkig kost het niet zoveel geld. Ik ben weer heel dom bezig. Oké, dat was het enige stukje waar ik dat had gedaan. Oké. Dan maakt het op zich niet veel uit. Hoppakee. Dan hebben we in ieder geval de stroom en waterleidingen ook alvast gedaan. Dus dat is heel erg mooi. Het is ook handig dat mensen hierbij kunnen. Vooral als er een keer een fikje is. Oké, nu even die muren nog even een beetje goed neerleggen. Ik weet niet hoe je muren kunt neerleggen, maar fuck it, boeien. Zo. Nee.
Oh, de waterleiding is al. Aha. Zo. Okay, nu alleen hierboven nog. En nu alleen nog de gevangenisdeuren. Hoppakee, dan heb ik in ieder geval alles al neergepland. En nu is het alleen nog aan de bouwvakkers om alles een beetje goed te hebben. Oké, nu mag hij wel weer gesloten. Het enige wat we eigenlijk nog hoeven te doen is dan de volgende aflevering deze ziekenboeg neer te zetten. En dan nog de tijdelijke cel eventjes neer te plempen hier. Dat heb ik volgens mij zo gedaan. Oh ja, en dan moeten we ook nog de veilige omheining eventjes neer gaan plempen. Dat lijkt me ook wel verstandig. Maar hé, dat komt vast wel goed, denk ik. Dan kunnen we deze veilige omheining gewoon hier naartoe zetten. En dan komt er nog eentje helemaal hier langs heen. Als je blauw drukt, dan zet ik dat vast neer. Ach nee, dat is het irritantste aan de lek. Als je ergens klikt, dan wil dat nog wel eens niet goed werken. Zoals dit, dat wil ik toch niet. Jezus. Zoiets wil ik dan hebben. Als we zien gaan, we vaak wel weer goed bezig hier. Ja. Top. Zijn er in ieder geval al ongeveer 4 vol. Oké, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat ik vond. Geef like, abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Later.